Meneer Bengevoort, geboren Winterswijker. Vroeger ook geplakt of meegewerkt aan Corso Wagens? Ja, ik heb volgens mij tot 4 jaar geleden was dit ook de dag waar je toch een beetje naartoe leeft. De plakdag, de dag dat de bloemen op de wagen gingen. En ik heb denk ik zo'n 15 jaar wel meegeplakt. Dus in die zin bekende dag dit. En waar hebt u aan meegeplakt? Ik bouw dat bij de Corso Wagen van de Corsgroep van de KWOV. Daar heb ik altijd meegedaan. Ja. En heeft dat behalve gewoon plezier ook nog prijzen opgeleverd? Ja, we hebben een aantal keren in de B-categorie de eerste prijs gewonnen. Dus ja, niet helemaal onze succes. Maar ik moet er eerlijk bij zeggen, dat lag niet aan mij. Ik was niet, ik heb 2 enorme linkerhanden. Maar ik zorgde altijd voor koffie, eten, sponsors, dat soort dingen. Dus alles wat je met de mond kan regelen rondom een Corso-wagen, dat doe ik. Ook toen al dienstbaar voor de rest van het publiek. Zorgen dat het goed voor elkaar kwam. Ja, precies. Ze noemden mij altijd de plakdagcoördinator. Dus dat lukte altijd. Ik had altijd schema's waar we moesten zijn, dat soort dingen. Het zat al in je bloed. Ja, schijnbaar. Meneer Elfrink, ik hoorde net van meneer Bengevoort dat hij meegewerkt heeft aan verschillende Corso-wagens. Is dat bij u ook het geval? Ja, ik heb in het verleden ooit een keer meegewerkt aan een Corso-wagen. Ja, dat klopt. En welke wagen was dat? Ja, dat was een wagen van de Molukse gemeenschap in Winterswijk. Die werd toen bij ons op de boerderij werd die gebouwd en geplakt. Dus daar heb ik toen aan meegeholpen. En wat heb je toen gedaan? Gekond, geplakt of alleen maar voor de koffie gezorgd? Nou, van alles wat. Ja, hij werd bij ons op de boerderij gebouwd. Dus ook ja, in het begin dingen in elkaar las en later inderdaad konten en plakken. Dus ja, van alles wat wel. Maar dat smaakte niet zozeer naar meer dat je dacht van ik ga toch ook bij een Corso-vereniging? Nee, in die zin niet. Nee.